Kleine kamers en het liefst zoveel mogelijk mensen in één pand. Huisjesmelkers zien het graag, buurtbewoners wat minder. Eerder dit jaar is in de gemeenteraad afgesproken om de kwaliteit van jongerenhuisvesting te verbeteren. Maar volgens vereniging Het Eerste Schilderskwartier, die zich inzet voor de leefbaarheid in de wijk, gaat het ophokken gewoon door. En wat we nu zien is dat het niet meer mag om het op en aan te bouwen. Dat ze intern in de huizen proberen om nog meer studenten in één en hetzelfde pand te realiseren. Kunt u daar voorbeelden van geven? Nou, bijvoorbeeld hier in de HWMS-dagstraat is een pand waar aanvankelijk 8 studenten wonen. Daar komen er nu 10 tot 12. Volgens Heesink stoort het ophokken van studenten niet alleen de buurtbewoners. Uit de app die ik samen met studenten heb, merk is het dat ze elkaar vaak aanspreken. Zo van, kan het wat rustiger, want ik heb een tentamen morgen. Of mag ik alsjeblieft slapen, kan het lawaai wat zachter. Nou, dat is... Het is niet alleen maar dat wij hier aangeven als vaste bewoners van hier zitten we niet op te wachten. Nee, studenten zelf ook niet. Om de kwaliteit van de huisvesting te verbeteren, moeten er onder andere betere richtlijnen over de toegestane grootte van kamers komen, volgens Heesink. En dan eigenlijk niet alleen maar de kwaliteit in de zin van grootte, maar ook dat het veilig wordt voor studenten. Want dat is ook iets wat we vaak horen van studenten, dat ze zich niet altijd veilig voelen vanwege de, het eigenlijk te hokkerig is om eigenlijk daar prettig te leven. Het ophokgedrag in de Schildersbuurt staat haaks op het beleid van de gemeente om de jongerenhuisvesting in de stad te verbeteren. De SP heeft daarom het college van BMW om opheldering gevraagd.